Van harte welkom, nieuwe podcast. Dit keer een keertje zonder Ian. Ian is wat minder bereikbaar dan afgelopen jaar, zeg maar. Ja. Saf erbij. Eerste online podcast, niet eerste video natuurlijk. Nee man, klopt. Eerste online podcast inderdaad. Ja toch? Ja, leuk. Zeker, ik heb er veel zin in. We hebben op Instagram hebben we vragen ingediend, of in elk geval gevraagd waarover we het in deze podcast moeten hebben. Ik zal heel even de antwoorden erbij pakken en dan gaan we het er gewoon over hebben. Ja, toch? Eentje die we net in ons hoofd hadden nog als koud douchen, toch? Ja, maar koud douchen was de eerste volgens mij, hè? Koud douchen, wat is jouw mening over koud douchen? Douche koud? Ja, 's morgens spoel ik koud af. Het koud douchen, zeg maar, direct in de ochtend vind ik wel een beetje... Ja, een beetje zwaar, zeg maar. Je hebt natuurlijk veel mensen die zeggen van, ja, ik douche koud in de ochtend. Mm-hmm. Vind ik denk ik een beetje cap, want zeg maar, dat is eigenlijk de grootste struggle die je gelijk 's morgens kan meemaken, toch? Mm-hmm. Maar ik vind het zelf wel super flex als ik bijvoorbeeld gesport heb in de ochtend. Mm-hmm. Daarna vervolgens even lekker warm douchen en dan koud afspoelen. Dat stimuleert wel het lichaam, zeg maar. Nou ja, het start wel goed je dag, ja, inderdaad. En ik doe hetzelfde. Ik ga zeker niet koud onder de douche staan, maar koud afspoelen vond ik zeker in de zomer, vond ik dat heerlijk. Want mm-hmm. Ja, dan is het ook... Buiten de kamer, ja, heel erg warm. Wel lekker. Gaat misschien een klein beetje het punt voorbij. Want het is wel de bedoeling dat je het ook in de winter eigenlijk moet doen. Ja, toch? Ja, ja, klopt. Maar dan doe ik het gewoon niet. Nee helemaal eerlijk. Niet ook. Gewoon niet, nee, echt helemaal niet. Nee, okay. Niet eens zin in. Ik denk er niet eens aan. Nou, niet eens. Nee, echt niet. Het is, weet je, altijd beter dan niet komen opdagen voor de gym. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, ja, ja. Nee, het is, ik vind het niet de meest optimale start van de dag. Kan ook heel goed zonder. En ik heb het idee dat het... Het is vooral een tijdelijke boost, vind ik, weet je. Kijk, als je koud doucht, heb ik het idee dat dat zeg maar jezelf klaarstoomt voor het moment. Het starten van de ochtend. Maar ik sport al in de ochtend. Ja, precies. Dus ja, waarom... Je rekening die heb je heel anders, zeg maar. Ja, man. Ja, ik word echt Youssef Wakker gewoon echt in de sportschool. En je ziet het. Doe een uur krachttraining, uur cardio ongeveer. Dus... Na die 2 uur ben ik gewoon fit, wakker. En ja. Dan gaan ook in die tussentijd 3 koffies in. Dus om dan zeg maar, als ik thuis kom, dan nog koud te douchen. Kan leuk zijn, maar ik denk voor mijn lijfstijl niet echt specifiek gepast of zo, man. Nee, ja, duidelijk. Maar merk je verschil met of zonder koud douchen? Ik merk wel zeker verschil, man. Zeg maar, de energie die je gedurende de dag hebt, die wordt wel meer, zeg maar, naarmate je gaat koud douchen. Zeg maar, je traint het ook, zeg maar, een soort spier, toch? Ja, echt? Ja, man. Zo ervaar zeg maar, ik het aan. De eerste keer zeg maar, dat je koud onder de douche gaat staan is heel heftig. Mm-hmm. Tweede keer iets minder heftig. Derde keer nog steeds vervelend. Dat blijft altijd vervelend. Ja, maar op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Ik vond het niet eens vervelend eigenlijk. Oké. Okay. Nee, echt totaal niet. Wat ik zeg, het schudt je heel erg wakker. Dus het zet je juist wel... Wat ik zeg, het stoomt je klaar voor de rest van de dag eigenlijk. Of in ieder geval de ochtend. Ja. En dat is ook een beetje mijn punt, weet je. Kijk, als je koud doucht, dan heb ik het idee dat je zeg maar in het moment wakker schudt. Dus gedurende... afhankelijk van hoe laat je wakker wordt. Maar voor 12 uur ben je even gewoon... Oké, ik ben nu klaar voor de dag. Maar met sport heb ik het idee dat je zeg maar... heel de dag fit voelt. Ja, man. En dat heb ik niet met koud douchen, man. Totaal. Oké. Jij wel? Ja, nou, ik merk zeker wel zeg maar... een boost in die energy, wat je zegt, zeg maar... om klaar te worden voor die dag. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook zeker wel een effect heeft gedurende de dag, man. 100%. Ja, denk ik. Ja, man. Ja, ik merk het zeg maar zelf. Mm-hmm. Ja, ik totaal niet, man. Net zoals dat het zeg maar... warm douchen, ik daar de rest van de dag niet veel van merk. Maar dat maar ook ik denk ook zeg maar dat warm douchen, dat is natuurlijk ingeleid zijn, sinds we jong zijn natuurlijk. En als je kijkt naar vroeger was er geen warm water. Echt heel vroeger heb ik het over. Hè? Mm-hmm. En doordat we zeg maar altijd zijn gewend warm te douchen, merken we zeg maar niet wat het met ons doet. Zou je wat ik daarmee bedoel? Ja, gewenning soort van. Ja, gewenning man. Mm. Maar ja, word je dan per se lekking door warm te douchen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Maar wel actiever als je koud doucht? Zeker. Ja, toch. Hebben we nog wat interessants te vertellen over koud douchen? Ja, dat was het denk ik. We kunnen er lang in kort over blijven praten. Toch? Ja, nee, maar ik zou het ook niet per se aanraden, man, om eerlijk te zijn. Ik vind wel dat het lekker is in de zomer, zeg maar. Mm. Dan vind ik het heerlijk, want dan... ben je ook gelijk weer fris en kan de rest van de dag starten, maar ja, ik vind het heel erg, zeg maar, tijdens het koud douchen is het heel erg mind over body, toch? En je geest moet, zeg maar, sterker zijn dan je een gevoel op dat moment. Want, zeg maar, als je die koude douche aanzet, voel je, zeg maar, die drang om onder die douche te gaan. Althans heb ik, wat ik totaal niet flex vind en ik denk menig mensen ook. Maar het is, zeg maar, juist de truc door onder die douche te blijven staan, zeg maar. En dat te blijven doen en zo word je, zeg maar, train je, zeg maar, die spier. Mm-hmm. Ja.
En gym life was de volgende vraag, man. Ja, gym life, man. Gym life. Belangrijk onderdeel. Ja, ja, ja. Ja, ik sport veel, man. Elke dag, zes dagen in de week. Elke ochtend. Zaterdag enige rustdag. Zondag ook gewoon sporten. En echt uur krachttraining en een uur cardio, man. Dus altijd fit erop. En ik denk dat ik dat ook het makkelijkst vind, man. Ik denk dat het veel lastiger is om gezond te eten. Ja, 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 geloof ik. Ja, toch? Mm. Hoe ervaar je dat? Nou, dat heb ik ook heel erg van jou. Ik moet zeggen dat ik zeg maar altijd wel sportief ben geweest in mijn leven. Maar ik merk sinds dat ik met jou omga, ik wel meer sport in de sportschool. Ik probeer daar zeg maar ook vaker bij aanwezig te zijn. Ja, ja. Maar ja, wat het wel is voeding is het allerbelangrijkste. Je kan wel iedere dag sporten, maar als je zeg maar niet goed eet, dan heeft het helemaal geen effect. Ja, ja, het gaat een stuk trager in elk geval, toch? En ik merk ook dat afhankelijk van het lichaamstype dat je hebt, het doel dat je wil bereiken, en dat is dan vaak dan het tegenovergestelde, toch? Dus iemand die moeilijk afvalt, komt goed in spier aan. En iemand die moeite heeft met aankomen, die heeft daar weer moeite mee. Dus het is zeg maar dat je vaak in een van die twee richtingen zit te strijden. En als je niet let op het een, dan boek je er gewoon veel minder snel vooruitgang mee. Mm. En ik merk wel dat als je inderdaad gewoon, maar dat is ook misschien een beetje overdreven voor de meeste mensen, gewoon zes dagen in de week sport, ja, dan ga je gewoon vooruit hoe je het bent. Tuurlijk, maar het gaat ook gewoon echt in stroomversnelling als je echt strak op je eten let, man. Mm. Maar dat is tegelijkertijd misschien ook niet leuk, toch? Dus ik probeer er zelf wel heel erg een balans in te vinden, man. En daarom ben ik nu dus ook deze aankomende 2,5 maand wel voedingsschema aan het volgen. Mm. Maar daarbuiten gewoon eten wat ik wil. Dus zeg maar, als ik in de avond honger heb en ik heb zin in extra noten of wat dan ook, dan eet ik die noten van. Die noten van, ja. Maar niet dat ik zeg maar mijn basismaaltijden, dus ontbijt, middageten en avondeten, vervang door een thuisbezorgd of een dit of een dat. Of een, zeg maar. Ik heb daar zin in, dus ik ga dit maar eten, weet je wel. Dus probeer zeg maar te kijken van, nou, wat voor effect heeft dat nou op mijn lichaam? En dat is ook een beetje het ding met gymmen, toch? Ik merk dat het heel erg persoonsgebonden is, man. Dus ik merk dat ik heel snel reageer op eten ook. Dus als ik zeg maar met sauzen ga lopen klooien of met producten waar veel vet in zit echt. En andere mensen hebben het weer bijvoorbeeld met koolhydraten of wat dan ook, hè, wat ik dan voorbij hoor komen. Ja, ja, ja. Maar ik kan om in pasta's eten. Dat effect me gewoon niet. Maar als ik sauzen ga eten en zo, bab, dat vliegt recht aan. Ja, 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 ja. Apart hoe dat zo bij verschillende mensen zeg maar invloed heeft. Ja, man. Ja, ja, man. Ja, zeker. Dus ja, ik probeer daar wel op te letten, maar ik wil tegelijkertijd bijvoorbeeld met die 75 Hard Challenge ook. Ja, leuk. En goede vooruitgang geboekt. En ik keek een video terug, toen dacht ik van, oh, dit, oké. Okay. Lichaam zag er wel beter uit destijds. Ja, ja, ja. Je weet toch, gewoon vetpercentage was gewoon veel lager. Dus spieren komen er beter uit. Mm. Zag er gewoon veel mooier uit. Alleen, het is wel gewoon 2,5 maand overal nee tegen zeggen. Ja, je weet toch, op visite bij je ouders. Mm. Nee, want ik eet niet mee. Ik heb mijn bakje fucking gaar. Was ook zomertijd. Barbecues, heel de tijd op het dak. Chaos, gezelligheid. Iedereen aan het drinken. Geen drank, geen barbecue, geen dit. Dus je sluit jezelf ook af. En dat is misschien ook niet de manier. Maar ik heb wel heel veel geleerd over mijn lichaam toen. Dus ik zou wel iedereen van harte aanraden, ga nou eens 2,5 maand gewoon zo'n challenge doen. Mm. En je echt er strak aan houden. Ja. En kijk wat het dan voor effect heeft op je lichaam. Maar ja, het is niet de levensstijl, zeg maar, toch? Nee, precies, die ik zou precies hanteren. Maar je zegt dat je zeg maar 's morgens doe je een uur krachttraining, maar ook een uur cardio. Ja, man. En waarom doe je die uur cardio daarnaast dan? Om vetpercentage te verliezen, man. En zou je dat ook andere mensen adviseren? Nou, jou bijvoorbeeld niet. Mm. Jij hebt een heel laag vetpercentage en jij was spier. Voornamelijk aankomen over mensen die wat zwaarder zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, als je dik bent moet je sowieso sporten, man. Ja, toch? Dan moet je sowieso letten wat er allemaal in je mond gaat. Want anders ben je gewoon lekking, vind ik. Precies. En echt oprecht. En ik spreek me daar vaak over uit. Mm. En ik vind ook dat er zeg maar een heel scheef beeld hangt over body positivity. Want zeker, zeker als, weten. Als het iets is waar je veranderingen aan kan brengen, dan moet je dat veranderen. En ik geloof niet in van, oké, ik ben dik, dus je moet me maar accepteren zoals ik ben. Nee, je bent dik, dus ongezond, lekking, gevaar voor anderen, letterlijk. Mm. Dus ik vind dat niet een mindset die je moet hebben. En zeker als je dik bent, dan moet je daar gewoon verandering brengen. Je moet letten op wat je eet. Je moet meer sporten. En kijk, ik vind mezelf niet eens te dik. Maar zelfs ik ga al, zeg maar, die tijd erin steken om te sporten. En ik sport ook expres om 5 uur in de ochtend. Of sorry, om 6 uur in de ochtend in de gym. Ja, ja. Omdat iedereen, en dat zijn vaak dikke mensen die dit verhaal tegen me ophangen. Maar ja, ik heb geen tijd om te sporten. Keiharde cap, man. Excuses, gewoon. Bullshit. Excuses. Als ik het kan om 6 uur, kan jij het ook. Maar je doet het niet, want je bent dik en lui. Gaan vaak hand in hand. Klopt. Echt Yusu, man. En ik kan me daar echt ook een beetje aan irriteren. Ik merk ook dat ik gewoon een soort van, ja, niet emotioneel, maar ik voel me gewoon een soort van boos worden op het feit dat mensen zo kunnen zijn. Mm. Ik kan er gewoon niet omheen met mijn hoofd.
Maar hetzelfde geldt met ergskere mensen, man. Kan ik me ook dood aan ergeren, omdat er zoveel kansen zijn, zeker in 2022. Ja, 100%, op het internet, 100%. Qua ondernemen, qua crypto, qua noem het maar op. Het is gewoon echt triest als je op dit moment in tijd gewoon moeite hebt met geld verdienen. En ik kan me er ook dood aan ergeren dat heel veel mensen, zeg maar, last hebben van de inflatie, terwijl er zoveel kansen om hen heen zijn. En vaak heeft dat gewoon te maken met of een gebrek aan zelfvertrouwen of een gebrek aan actie ondernemen, man. Ja, ik denk dat het ook vooral gebrek aan kennis is, man. Maar die gaan ook weer gepaard deels, met actie ondernemen, natuurlijk. Want deels, als iemand actie onderneemt, kan die kennis opdoen. Ja, en ik denk ook dat als je in de supermarkt loopt en je merkt dat je dingen niet kan betalen, dan moet je genoeg inlevingscapaciteit hebben om te beseffen dat dit misschien niet de manier is om door het leven te gaan. Snap je? Nee, zeker. En ik denk ook zeker, als we het hebben over volgers van ons kanaal eigenlijk, dat je dan, ja, dan wel moet weten dat er manieren zijn en niet zeker, altijd maar zeker, afschuiven zeker. En dat soort zaken. Je weet al dat, dat. Maar ik denk dat er ook, zeg maar, een hele grote groep is die niet weet hoe ze extra inkomsten kunnen genereren. Nou ja, ik denk wel dat, dat er een onderscheid zit tussen mensen die nu nog skeer zijn en ermee bezig zijn. Want dat ben ik ook vaak zat geweest, dat ik geen money had of er wel mee bezig ben, op mijn bek ga, weer moet opstaan. Weet je, dat is al, dat, daar heb ik het op dit moment niet over. Maar ik heb echt over de mensen die stilzetten, geen verandering in hun leven aannemen, zeg maar. In alles wat heeft te maken met zelfverbetering, verder komen in het leven. En ik had ook een post gemaakt op TikTok en dan zag ik allemaal van die mensen van, ja, maar ik ben vrachtwagenchauffeur en ik werk 6 dagen in de week en ik werk van 9 tot 6, maar ik ben gewoon tevreden. Dan denk ik, nee, je lult tand toe hard. Dit is gewoon iets wat je jezelf hebt, ja, man, zie je, hebt wijsgemaakt, omdat je gewoon zoveel tijd kwijt bent aan dingen doen die je gewoon niet lauw vindt aan het eind van de dag. Want als je de keuze hebt om nu lekker op het strand te liggen of een activiteit aan te gaan met vrienden en familie, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk boven in een wagen in je eentje zitten, man. Met alle respect. Je weet toch, ik kan misschien autorijden leuk vinden op een circuit of wat dan ook. Ik kan misschien zelfs autorijden aan zich leuk vinden. Maar nooit dat je het leuk vindt om in de file 10 kilometer vooruit te gaan naar je bestemming, omdat je een of andere vracht moet afleveren voor een kill die je onderbetaalt. Nooit. Het is gewoon de grootste cap aller tijden. Dus ik denk dat dat ook bullshit is. Maar ik denk wel dat het inderdaad een kwestie van kennis kan zijn, waardoor het op dit moment niet lukt. Net zoals dat ik, kijk, ik sport al heel lang. En dat is ook dezelfde soort onderwerp, weet je. En dan, eigenlijk de eerste 2-3 jaar, daar heb ik echt voor saus gedaan, man. Omdat je de oefeningen verkeerd uitvoert, omdat je de verkeerde regelmaat hebt, omdat je verkeerd eet. Er zijn zoveel dingen die je moet leren. En dat is met doekoe maken zo, dat is met sporten zo. Dat is met elke eigenschap die je, zeg maar, hebt. Net bijvoorbeeld als ik de hobby aanneem om te gaan schilderen. Als ik nu lekker ga lopen schilderen. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar dan zijn mijn eerste paar schilderijen zijn gewoon zijn top. Goed. Ik kan misschien aanleg precies hebben. Ik kan er misschien beeld voor hebben. Maar er zit een soort learning curve. En dat is oké. En het is oké om te leren. Te leren van je fouten. Vooruitgang te boeken. En het hoeft niet in één dag. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar dat moeten we al Rome gaan bouwen. Snap je wat ik bedoel? Klopt. Hoe kijk jij daarnaar dan? Nou, ik denk dat sowieso dat alles gepaard gaat met elkaar, toch? Mm-hmm. En wat ik zeg, ik denk dat heel veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen. En dat komt, zeg maar, meer doordat de maatschappij daar ook op gebouwd is, natuurlijk. Mm-hmm. En wat je zegt over mensen die inderdaad stil blijven zitten. Geluk, zeg maar, zeggen dat ze gelukkig zijn in hetgeen wat ze doen, dat geloof ik niet. Nee, precies. Echt totaal niet. Gewoon. Ja, en het is leuk dat je het hierover hebt, want dat was ook een van de reacties op die Instagram-story, dus waar we het over moesten hebben in deze podcast. En een van die antwoorden was de Matrix. En wat jij nu zegt, is dat de samenleving eigenlijk erop is ingesteld dat heel veel mensen op een manier handelen, omdat het is wijsgemaakt over de jaren. Op school, hun omgeving, omstandigheden, misschien zelfs een werkgever die ze probeert klein te houden, omdat ze anders geen werknemer meer hebben. Ja, je weet toch? Maar zo werkt het wel, weet je. Ja, nee, gewoon serieus. En ik denk ook dat je ziet nu ook een soort van een soort ontwikkeling ontstaan, waarbij mensen erachter komen van, oké, het kan wel anders. Maar ik denk dat als ik op een andere manier door het leven was gegaan en er op mijn 40ste, 50ste moest achterkomen van, wow, er is een andere manier en ik ben gewoon 40 jaar van mijn leven eigenlijk aan het vergooien op een manier die me klein heeft gehouden. Ja, dan ga je misschien ook wel inderdaad waanbeelden krijgen van, nee, wat ik doe klopt. Want, klopt, dan ben je heel standvastig. Ja, toch, dat is gewoon cognitieve dissonantie, toch. Dus dat je, zeg maar,
er op zo'n laat moment achterkomt dat je leven misschien gewoon een grote fraude is geweest. Mm. Dat je op dat moment doet beseffen van oké, ik ga maar gewoon, ik klem me vast aan de Matrix en ik vind het inderdaad leuk om van 9 tot 6 elke dag te werken. Omdat anders gewoon de afgelopen 40 jaar van je leven een leugen is geweest. Ja, ik denk man. dat het veel meer is. Ja, keihard. Keihard als je die klap in je zicht krijgt. Ja man, dus ik denk dat dat is aan. Je ziet het ook gewoon om je heen gebeuren met de overheid. En ik vond het ook een leuke, ik zag een soort post voorbij komen. Je hebt natuurlijk gigantische inflatie met stroomkosten, gas, gasprijzen, benzine, boodschappen. Alles gaat omhoog. En ik zie eigenlijk heel veel mensen in onze omgeving, die gaan het gewoon langzaam begeven. Want die hadden het vorig jaar al moeilijk, dus laat staan nu. Weet je, als er sprake is van 17,1% inflatie, wat nog niet eens de maximum is naar mijn mening. We gaan nog een gigantische klap krijgen. En prijzen zijn ook duurder geworden. Duurder dan die 17,1%. Maar ja, laten we voor nu even aannemen dat het allemaal gewoon waar is. En ja, toch? Is zoals het is op dit moment. En dat er misschien een herstel komt. Dan waren er mensen die zeiden van ja, ik wacht gewoon tot de overheid iets doet. Of misschien inspringt of wat dan ook. Dus ja, lekker gewoon. Ja, toch? Ja. Dus zag ik zo'n social media. Natuurlijk helemaal niet gewoon. Ik zag zo'n social media post, een of andere tweet. En dat was ook echt zo van oké, ik zou ook vertrouwen in dezelfde overheid van de toeslagenaffaire. Of ja, je weet toch? Ja, gewoon dingen die gewoon keihard gebeuren, je weet toch? En ook überhaupt die hele oorlog met Rusland en Oekraïne, zeg maar. Het is toch te waanzinnig voor woorden dat zeg maar, we 2 jaar lang zeg maar, met een pandemie hebben rondgelopen. Dat iedereen maar blind heeft opgevolgd wat hen werd verteld. Enige momenten dat ik een mondmasker heb gedragen is toen niemand aan een mondmasker kon komen. Omdat ik toen gewoon in de handel zat. Ja, vond ik veel interessanter dan het dragen van een mondmasker. Ja, toch? En ik ben altijd gewoon het eerst met dingen. Dus ik zag gewoon, er gaat een schaarste ontstaan. Dus ik koop gewoon die mondmaskers op. Ja, ik ben gewoon zo'n flikker geweest. Maar ondertussen, Einstein, grootste fraude aller tijden natuurlijk. Het dragen van een mondmasker. Maar in ieder geval, die hele pandemie breekt uit. 1 gekke chaos, iedereen wordt beheerst. En je ziet gewoon dat op de een op de andere dag wisselt het van het feit dat we corona hebben. Je jezelf moet laten testen om naar een feest te gaan of een evenement met meer dan 8 mensen of weet ik wat de fuck die regel was. Gelukkig hebben wij hier in het gebouw weinig last gehad van corona en dingen. Maar toch, heel veel mensen hebben er wel last van gehad. En op de een op de andere dag breekt er een oorlog uit en je hoort niemand meer over corona of de pandemie of hoe je het wilt noemen. Het is gewoon te bizar voor woorden. Ja, man. Ja, je zag het zeg maar aan het einde van die coronapandemie dat het een beetje geleidelijk ging. Hè? Dus je zag een beetje nieuwsberichten al komen dat er onrust was. En toen zeg maar, werd het geleidelijk overgenomen. Mm-hmm. Dus eerst dat corona werd steeds minder. Er kwam steeds minder nieuws naar buiten toe. Hè? De sancties werden eraf gehaald. En vervolgens kwamen ze met Rusland. Hè? Gasprijzen gaan omhoog, ja, energieprijzen worden duurder. Dus het is nu een andere vorm van controle die gaande is. Mm. Want corona was gewoon bedoeld om controle op het volk uit te oefenen. En er zijn waarschijnlijk nog steeds sukkels die corona-check-app op hun telefoon hebben, waardoor ze getrackt worden en noem het maar op. Fucking dom, niet meer nodig, dus als je hem hebt, haal hem eraf. Maar wat denk je van al die mensen die gevaccineerd zijn? Ja, lijp. Is toch bizar? Is te lijp voor woorden. En het ding is dat het allerergste van alles is dat op een gegeven moment kwamen mensen in opstand en zag je toch wel een beweging ontstaan waarbij mensen gewoon scheid kregen aan de hele pandemie en noem het maar op. Klopt. En het ding is dat ze dat hebben gewoon gewisseld naar een oorlog of een andere excuus. Je ziet nu dat ze mensen onder controle willen houden door ze scared te blijven laten zijn, zeg maar. Toch? En daarom gaan nu ineens de prijzen omhoog van alles. Mm. En ik denk gewoon dat dit ook gewoon een van de grootste fraudes is aller tijden. En je ziet ook bijvoorbeeld het World Economic Forum, toch? Mm. Dus diezelfde partij van de Great Reset, maar op. Zij hebben een voorspelling gedaan dat de Amerikaanse overheid niet meer de grootste wereldmacht gaat zijn, maar dat China en Rusland dat zijn. En China is toch wel duidelijk, hè? Of eerlijk zijn. Ja, toch? Maar China is tegelijkertijd wel het land van het social credit systeem. Mm. En we gaan dus straks ook een situatie krijgen met die central banking digital currencies. Mm. Waarbij mensen dus denken dat het crypto is, maar waarbij het eigenlijk een verhaal is van if you can't beat them, join them. Dus oftewel, Bitcoin was daar, crypto was daar, supersterk, niet te onderscheppen, overheid vermijdend eigenlijk, hè, want je hebt geen centrale partijen meer nodig. Dus wat doen ze? If you can't beat them, join them. Dus ze maken nu een eigen crypto coin, die zetten ze neer, maar dit is programmeerbaar geld. Dus oftewel, als er nu uitgaven gedaan worden met die central banking digital currencies, en ze zien dat je te veel CO2 uitstoot of te veel vlees koopt wat, dan kan jij een penalty krijgen of dan wordt jouw geld minder waard of je bent niet meer toegestaan. Of iets dergelijks. Ja, toch? Dus sancties.
Er wordt ineens controle wederom uitgevoerd op het feit dat op je uitgaven, terwijl dat hiervoor niet mogelijk was. Dus als ik nu 10 euro contant heb en ik geef die uit, dan weet de overheid niet dat ik die 10 euro heb gehad, wat ik ermee heb gekocht. En we gaan wel naar een systeem toe waarbij dat straks ineens wel zo is. Ja, man. En dat er misschien ook consequenties aan vast kunnen zitten op het feit dat jij geld hebt of geld uitgeeft aan bepaalde dingen. En dat is gewoon een hele kwalijke zaak. En het grote verschil tussen bijvoorbeeld Bitcoin en dus zo'n central banking digital currency is dat bij Bitcoin de persoon en de wallets aan het eind van de dag semi-anoniem zijn. Ja, man. En dat je daar natuurlijk wel kan achterkomen met heftig detective werk, maar dat bij een central banking digital currency dat totaal niet anoniem is en daarbij dus ook alle transacties die worden uitgevoerd niet anoniem zijn en niet anoniem blijven. En dat is gewoon een kwalijke zaak. Ja, zeker weten, man. Als je ook kijkt naar agenda 2030, zeg maar, van de Nederlandse Rijksoverheid. Daar zie je ook, zeg maar, dat de doelen of de klimaatakkoorden voor in 2030 zijn van het moet milieuvriendelijker zijn. Wat zie je? Gasprijzen worden omhoog. Het wordt gestimuleerd nu om hogere emissies te rijden, zeg ik dat goed, of lagere emissies te rijden. Zeg maar, in Rotterdam vanaf 2027 is het dadelijk ook zo dat je geen benzineauto of dieselauto meer in Rotterdam mag rijden. Mm-hmm. Amsterdam is hier natuurlijk al mee bezig. Dus je ziet zeg maar al bepaalde ontwikkelingen richting dat plan gaan. Mm-hmm. En ik denk ook zeker dat alles te maken heeft met elkaar. Mm-hmm. Ja toch, en ik zag ook een video pas dat de helft van de stroom is sowieso belasting. Hè? Dus de tarieven die stijgen de pan uit, ondertussen wordt er meer belasting betaald. Ja. En ze pushen dus inderdaad op zo'n agenda van oké, alles moet bijvoorbeeld op stroom rijden, mm-hmm. als we het hebben over auto's. Maar het voordeel ten opzichte van benzine was dat het goedkoper was. Alleen dat verhaal gaat straks ook helemaal niet meer op. Dus het is een bizarre situatie waar we in zitten. Wederom nog steeds om controle uit te voeren. Want ze willen mensen zo scare mogelijk houden. En tegelijkertijd zien waar ze hun geld aan uitgeven. Zodat ze daarin kunnen sturen. Zodat je nog meer waarschijnlijk keuzes gaat maken die niet in jouw eigen belang zijn. Waardoor je nog meer in achterstand raakt. En dan ga je uiteindelijk blij zijn met niks. En dat is ook diezelfde transitie toch. Dus de reden waarom je niemand hoort over bijvoorbeeld die transitie van geen corona naar wel, of van wel corona naar geen corona, is puur het feit dat je heel veel niet mocht en nu weer wel. Dus waarom zou ik hier nog mijn mond over open trekken, zeg maar toch. En hetzelfde gaan we straks zien met mensen gaan de schuld inraken. Er komt een bizarre great reset en mensen zijn ineens blij met niks. Klopt. You'll own nothing and you'll be happy, toch? Klopt. Want het is zo'n zware periode nu tegemoet gaan. Ja, toch. En dat was dus ook een van die comments die ik zag op zo'n TikTok-video. Van ja, allemaal leuk. You'll own nothing, but you'll be happy. Waarom dan? Nou, omdat je zwaar de schulden ingedouwd wordt. En op een gegeven moment mag je niks. En kan je dingen gaan leasen of lenen van de overheid. Of kan je een leenauto pakken verder, weet je, zoiets. Op credit score natuurlijk. Ja, toch? Precies. Ja. Aan de hand van mag ik die auto wel lenen of mag ik deze klasse rijden? Want ik heb geen vlees gekocht deze week, Clanny. Nou ja, dan krijg je dat soort situaties toch. En dat is wel een enge toekomst als dat inderdaad waar gaat zijn. En daarom geloof ik ook wel heel erg aan wat Andrew Tate zegt. Dus van het wordt have-nots en have-yots, man. Dat is gewoon echt waar. Ik denk dat mensen die enig vermogen hebben zich het enigszins eruit kunnen klimmen. Dus als je daar nu nog niet mee bezig bent, dan wordt dit echt het moment om extra inkomen voor jezelf te gaan genereren. Of in elk geval jezelf ergens te positioneren waar je meer vrijheid hebt of minder last hebt van overheden. En als je dat niet gaat doen, ga je alleen maar klemmer en klemmer raken, man. En ik denk dat dat al een ontwikkeling is die we afgelopen 2 jaar zien. Dus als dat nog steeds niet een idee is dat bij je zit, dan ben je sowieso niet meer te redden. Ja, ik denk Bitcoin, man. Bitcoin redt me. Ik denk deels, man. Ik denk dat een goede oplossing is voor mensen die nu al vermogen hebben. Maar als je nu nog inderdaad klem zit en Als je nu nog geen vermogen hebt en je beheert nog geen bitcoin. Ik denk dat je nu echt, dit wordt het moment dat het echt bergafwaarts gaat, man, voor een hoop mensen die er nog niet mee bezig zijn. Ik denk dat, kijk, je moet ook zeg maar zo kijken naar vorige bitcoin cyclus, toch? Er zijn heel veel mensen die hebben nu een beetje geproefd. Die hebben voor het eerst crypto gekocht. Hebben gezien dat inderdaad geld omhoog kan gaan tijdens een cyclus. Maar waarschijnlijk het jaar gewoon geëindigd met verlies. Fouten gemaakt, kwijtgeraakt, wat het ook mag zijn, learning curve, is gewoon het ding met crypto aan het eind van de dag. En ik denk dat als je nu nog die hele learning curve in moet gaan, tenzij natuurlijk de masterclass koopt, dus check de link. maar gezonde dol, als je zeg maar wel die hele learning curve nog door moet en
je moet het allemaal nog gaan ervaren en snappen en doorhebben en het hele spelletje ook op grotere schaal moeten gaan beseffen. Ja, die mensen, dat gaan ze dan ook weer inhalen, man. Ik denk dat dit echt het keerpunt is van, ik ben ermee bezig, ik kan er nog uit, of ik ben nu pas een beetje wakker aan het worden en ik ben gewoon fijn. Ik hoop het niet, je weet toch? Ik hoop het niet, maar ik ben er wel bang voor. Ik hoop het ook niet, man. En ik zou mezelf ook nog heel veel tijd gunnen om multimiljonair te worden, je weet toch? Maar ik denk dat het gat om rijk te worden, en dan heb ik het dus over tientallen miljoenen, steeds kleiner en kleiner wordt. Want je moet ook beseffen dat het steeds lastiger wordt om geld te verdienen aan anderen, omdat anderen straks niks meer te besteden hebben. Ja, snap je? Dus het geld schuift nu naar de rijken. Mm. En ik denk dat het de consument straks veel minder te besteden heeft. Want stel nou dat jij een restaurant hebt of iets in die trant en de helft van Nederland kan gewoon geen boodschappen meer doen. Nooit dat ze meer naar je restaurant gaan. Je weet, dat is gewoon een logisch vervolg op een situatie die gaat plaatsvinden. En ik denk dat heel veel ondernemers daardoor klem gaan raken en dat het heel erg terugschuift naar basisbehoeftes. En zelfs die zijn al te duur om nog leuk gevonden te worden. Ja, man. Als we het hebben over woningtekort, woonruimte, huurprijzen, is gewoon een basisbehoefte, weet je. Cool. Mensen moeten bij een ouder slapen omdat ze gewoon geen huis kunnen betalen. Ja, je bent of onze gasprijzen niet kunnen betalen. Ja, je bent 35 gewoon thuis. Dat is gewoon de grootste vrouw in alle tijden. Man. Ja, man. Maar je weet dat we heel erg bezig zijn met de financiële markt. En als je nou kijkt naar de financiële markten van de financiële gegevens van grote bedrijven, grote aandelen, grote indexfondsen. Je ziet eigenlijk al dat we op een kantelpunt zitten. En als je kijkt naar 2008, zeg maar, hoe snel de markt gedaald is vanaf het moment dat de crisis eigenlijk daadwerkelijk begon. Dat is in een paar enkele maanden is dat gebeurd. Alles lag in enkele maanden op zijn kop. Dus zeg maar, de kans dat het snel er zit aan te komen is enorm groot. En het kan sneller gaan dan wij denken, zeg maar. Ik denk ook dat deze crisis vele malen groter zal zijn dan de crisis in 2008. Ja, maar de crisis gaat zeker groter en groter worden. En het ding is ook, je had een leuke bevinding gedaan over de Duitse bank, toch? Ja, man. Ja, man. En dat zei je eigenlijk vorige week, maar vandaag was het toevallig, of deze week was het bevestigd of zo? Wat was het nou? Ja, ik vind het heel lastig om daar uitspraken over te doen natuurlijk, omdat ik geen financieel advies wil geven. Maar als je zeg maar kijkt naar de, wat de bank in 2008 heeft gedaan tijdens de crisis, is uit mijn hoofd van $139 per aandeel gezakt naar €7,40 per aandeel. Dat is dus een daling geweest van meer dan 90%. Als we nu nog een keer zo'n klap krijgen, en de Duitse bank kan die klap niet opvangen. Aangezien die want het aandeel is nog steeds op dezelfde prijs. Want het aandeel is nog steeds op dezelfde prijs. Hij is overigens sinds 2008 nooit hersteld. Dus als we nu nog zo'n crisis krijgen, is de kans heel groot dat de Duitse bank gewoon failliet gaat. En wat voor aanleiding gaat het, of wat voor gevolg gaat dat hebben? Nou, je moet je voorstellen, stel je voor, je hebt een hypotheek bij de Duitse bank. En de Duitse bank gaat failliet. Die wil natuurlijk zijn geld terug hebben. Dus die gaat tegen jou zeggen, nou meneer Mike, meneer Bitcoin, ik wil mijn geld hebben. En kan jij het wel betalen, maar stel je voor, je zou het niet kunnen betalen. Dan ben je gewoon niet klos. Ja, het is precies. Gewoon huis- en executieverkoop en wat de bank jou oplegt, dat is het. En een lijpe bankrun, hè? Dus mensen die daar geld op een rekening hebben staan. Iedereen gaat pinnen en geld eruit halen. En je ziet het nu al inderdaad in landen gebeuren waar niemand een fuck om geeft. Dus in Rusland, Oekraïne, et cetera. Je weet toch, maar daar zijn die bankruns al. En het trekt inderdaad naar landen zoals het Westen, zeg maar. Waar mensen dichterbij zitten en dus meer erom geven. Dan gaat het ook steeds meer ons raken. En dan gaan mensen er veel meer bewust van worden. Want en we moeten ook niet vergeten dat Duitsland gewoon eigenlijk de leider van Europa is aan het eind van de dag. En waarom? Omdat zij gewoon het meeste zeggen hebben. Je denkt niet dat Frankrijk het is? Nee man, zeker niet. En ik heb ook een... laat ik daar niet op ingaan. Maar dat zal ik off-camera aan je mededelen, je weet wel. Okay. Maar dat man, ik denk dat het een groot probleem gaat worden. Als we een tweede crisis krijgen, en die tweede crisis zit er hoogstwaarschijnlijk aan te komen, want er is geen herstel en iedereen gaat er alleen maar op achteruit. En ik denk dat dat voorlopig nog wel aan blijft houden. En ik denk dat de effecten ervan ook pas echt merkbaar gaan zijn, pak een beet over een jaar. Dus mensen gaan nu in achterstand raken en mensen kunnen dat een tijdje laten lukken. En ik denk dat de echte klappen, die gaan later komen, wanneer er weer ontslagen zijn,
arbeid, productiviteit achteruit gaat, er ineens geen producten meer ontwikkeld kunnen worden. En we hebben het eigenlijk al een beetje gezien, toch? Met die hele Oekraïense oorlog, zeg maar, dat er ineens geen honing was te fixen, of weet ik veel wat. Ja, maar dat is een kwestie van, er is daar oorlog op dit moment. Maar straks gaan we dat hier ook gewoon ervaren in meerdere plekken in Europa en de rest van de wereld. Puur op het feit dat er straks geen werkgelegenheid meer is, omdat mensen niet meer betaald kunnen worden. En dat gaat het probleem alleen maar groter en groter maken. Want nu hebben mensen al moeite met het dingen betalen, terwijl er nog werkgelegenheid is. Dus laat staan als dat straks ook een klap krijgt en achteruit gaat. Ik denk dat er echt een rollercoaster gaat aankomen voor mensen die jammer dan. Ja, inderdaad voor die mensen. Mm-hmm. Als je slim bent, dan zorg je dat je nog snel gaat bewegen voordat het gebeurt. Ja, man. Maar ja, wanneer dit gebeurt is lastig. Want we weten het niet. Even kijken, er was nog een comment op de Instagram story. De Bear Bull Cycle. En ik vraag me af, is er een soort Bear Bull Cycle op de Forex-markt? Ja man, ik denk het wel, zeg maar. Je hebt natuurlijk in 2008, hebben de bear, althans de crisis gehad, omdat de huizenmarkt toen klapte. En daar zijn de meeste bedrijven ook wel van hersteld. Maar je zag toen in de crisis dat eigenlijk, wacht, ik moet het anders zeggen. Antwoord op jouw vraag. Zou een cycle zoals net als in crypto? Nee. Ik denk dat deze cycle anders is en dat die bewogen wordt door de consument. En zeg maar de bedrijven zelf. Weet je, wij sturen, wij geven het geld uit. Dus uiteindelijk bepalen wij, zeg maar, ook hoe goed het gaat met de economie. En met de crypto is het natuurlijk anders, omdat je iedere keer die bitcoin halving hebt. Mm-hmm. Zeg maar, ik denk niet dat het zo al is, man. Althans, ik heb hem niet zo ervaard op die manier. Ja, precies. Het heeft een andere reden waarom die... Ja, een andere reden waarom die stijgt of daalt, weet je. Ja, ja precies. Maar gebeurt het ook in een soort periode van 4 of x jaar? Niet dat ik ben opgevallen, man. Nee. Nou, je ziet zeg maar wel dat een opwaartse trend een aantal jaar kan duren. Mm-hmm. En je ziet ook dat een crisis een aantal jaar kan duren. Mm-hmm. Meestal duurt een crisis zo'n 4 tot 8 jaar totaal herstellen. En je ziet meestal dat een opwaartse trend ook gewoon een aantal jaar vasthoudt. Volgens mij is dat uit mijn hoofd 13 jaar of zo. 13 of 8 tot 13 jaar volgens mij. Mm-hmm. Ja, dus langere periodes. Ja, langere periodes. Ja, okay. Ja, en ik denk voor de persoon die dit heeft gevraagd in de Instagram story, en je bent er niet per se van op de hoogte. Is het zo dat het bij crypto tot nu toe zo is dat de hele markt wordt gestimuleerd door de zogenoemde Bitcoin-halving. En die gebeurt elke 4 jaar ongeveer. Eigenlijk is het een x-aantal bloks. Maar omdat een blok op Bitcoin ongeveer 10 minuten duurt, komt dat uit op ongeveer 4 jaar. En op dat moment wordt de beloning, die wordt uitgekeerd voor het mijnen of het verzamelen van Bitcoin, die wordt dan gehalveerd. En vandaar dat het dus ook de Bitcoin-halving noemt. En daarmee wordt de supply van Bitcoin die vrijkomt op de markt dus steeds schaarser. En we zien dat steeds als er zo'n Bitcoin-halving is geweest, dat de prijs gewoon enorm omhoog schiet. Omdat het ook te maken heeft met dingen als de miners die gewoon simpelweg hun Bitcoin niet meer voor dezelfde prijs aanbieden en op de markt loslaten, omdat ze gewoon kosten hebben voor hun stroom en het afbetalen van die machines. En hun beloning ineens wordt gehalveerd. Dus omdat die supply van nieuwe Bitcoin daarmee wordt gehalveerd, letterlijk, zien we gewoon dat de prijs gewoon steeds op dat moment omhoog schiet. Ja man, heel goed uitgelegd. Ja toch? Bedankt voor het kijken, mensen. We zien jullie in de volgende podcast. En als je dus wil weten waar we het over gaan hebben in de volgende podcast, of eigenlijk een suggestie wil doen waar we het over gaan hebben, volg ons dan op Instagram. Ik zal allebei onze links plaatsen in de beschrijving van deze video. En dan kunnen we gewoon een Instagram story plaatsen. En als je daarop reageert, dan kunnen we gewoon de vragen beantwoorden in deze podcast. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video.